In de eerste helft krijgt Lira in het rood de betere kansen. Toch is het een leep Duffel dat rond het kwartier op voorsprong komt dankzij een geplaatste kopbal van Darsan. 1-0 voor Duffel. Alles lukt bij Duffel en 10 minuten voor rust kan het zijn voorsprong verdubbelen. Dooms kan weliswaar een buitenspel doorgaan en laat doelman Lauwerijs kansloos. 2-0 voor Duffel en dat is de ruststand. In het begin van de tweede helft krijgen de bezoekers van Lira dan toch loon naar werken als Trouillard, doelman Van Impen van Duffel, te grazen neemt en tegenscoort. Lira zit plots terug in de wedstrijd. Lira lijkt nu het heft in handen te zullen nemen en in het vierde kwartier wankelt de thuisploeg. Toch wordt het 3-1 voor Duffel als de Nigeriaan Etuwe met een pegel van op 30 meter doelman Lauwerijs compleet verrast. We zijn een uur ver, de supporters van Lira zien het niet meer zitten. Duffel dat tegen Lira nog maar één keer won, is niet meer te houden. Halfweg de tweede helft is het weer feest als Teurs alleen kan doorgaan. 4-1, Duffel scoort vrijwel aan 100% en zeggen dat de keizer bij Duffel daarvoor een strafschop miste. De thuisploeg heeft nu zichtbaar de smaak te pakken en vlak voor het einde van de streekderby is het Van Willem die de zware 5-1 cijfers op het scorebord prikt. Opluchting bij Duffel, een te zwaar verdict voor Lira. Als je niet scoort en winnen niet, zo simpel is het. Dat is het probleem dat we dit jaar hebben. Dat we heel moeilijk scoren en we gaan ook zien welke goal we tegenkrijgen. Dat is eigenlijk een beetje voor te lachen. Zondag op Ginijn, een Waalse verplaatsing, niet makkelijk. Maar laat daar nog 3 punten bij komen en dan kunnen we terug vertrokken zijn. En dan moet de opzet zijn vanaf maandag in die richting terug te werken. Met dat goede gevoel dat we eindelijk vandaag eens hebben.